Agnes. Een val van de trap, een auto-ongeluk, een buikoperatie. Soms begint Agnes met een lelijke opdater in de buikstreek. Maar meestal ontstaat deze intense buikpijn opeens. Een hele goede dag allemaal. Deze video is even iets later opgenomen. Maar ik heb mijn moeder namelijk geïnterviewd over hoe zij het ervaart over mijn ziektebeeld Agnes. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij het kijken van deze interview. Een hele goede middag. Ook een goede middag. Ja. U bent mijn moeder. Ja, okay. Gelukkig wel. Dat is mooi. Ik ga u dus eventjes interviewen over mijn Agnes. U weet ongeveer wat het nu een beetje inhoudt, denk ik. Een beetje, ja. Oké. Okay. Ik ga eerst even u vragen of u zich even netjes voor wil stellen aan de mensen die mijn dagboek kijken en ook voor de artsen. Dat is ook altijd wel fijn. En wat u doet en wat uw hobby's zijn. Dus. Nou, ik ben Corinne Luisterburg de Jong. Ik ben de moeder van Karin Staalman van de Werf. Mijn hobby's is onder andere plaatjes maken voor op internet. Zowel gifplaatjes, zowel stilstaande plaatjes. Ik ben net zoals Karin een vlogster, oftewel een YouTubester. Dus we vloggen erop los. En mijn meisjes, ik heb twee lieftallige honden, daar mag ik graag mee wandelen. En ik heb nog een poezebeestje. Dat is ook mijn allergie, mag ik lekker mee krullen. Ja, meer, ja, en erop uit, zomerdag. Oké, dank u wel. En hoe ziet u uw leven eigenlijk voor u met de ziekte en voor uw dochter? Stressvol. En waarom is het zo stressvol? Het doet mij als moeder zijnde in mijn hart heel veel pijn om mijn dochter te moeten zien lijden aan haar pijn. Ja. Ik zie dat wanneer zij pijn heeft. En ja, wil ik het liefst hebben dat ze gaat zitten en niet meer eraf komt en blijft zitten. Dan zou ik er het liefst schors willen denken. Maar ja, dat kan ook niet. Dat gaat het er niet worden. Mm-hmm. Nee. Oké, duidelijk. Hoe vindt u dat uw dochter deze ziekte heeft, genaamd Agnes, dus ook wel de buikwandpijnsyndroom genoemd? U heeft het net al een beetje verteld, zeg maar. Maar hoe vindt u die ziekte Agnes? Ja, 10 jaar geleden heeft er eentje dat ontdekt. En we hadden er nog nooit echt van gehoord. En ja, dan verdiep je er eigenlijk ook niet in. Als niemand in je familie, kennis of vriendenkring dat heeft. Ja, dan krijgt er eentje in je familie. In je eigen bloed en vlees nog wel. Ja. En hoe gaat u er zelf mee om? Hoe probeert u er zelf mee om te gaan? Nou, net wat ik al zei, het is stressvol en het liefste zou ik je willen, je om willen omarmen, mm-hmm, en de pijn uit je lichaam te willen halen, naar mij toe te halen. Mm-hmm. En hoe vindt u hoe uw dochter ermee omgaat en met daar ben ik trots op, die doet het heel goed. Oké, soms is ze chagrijnig en dan snauwt ze je af. Maar ja, dat moet je dan maar voor lief nemen. Dan weet je dat het daardoor komt. Oké. En neem aan dat u niet de voorstel doet om een hele marathon te gaan lopen met uw dochter. Nee. En waarom niet? Nou, als ik op mijn scootmobiel zit, dan loopt ze momenteel 3 kilometer per uur. Ja, dus dat is dan een marathon te lopen, dan ben je morgen nog niet thuis. Nee, dat klopt helemaal correct. En hoe is het om juist niets te kunnen doen als ondersteuning te willen bieden? Zoals afleiding zoeken, OA, film kijken, hondjes lopen, strand, wandeling. Hoe is dat voor u? Moeilijk. Waarom is dat moeilijk? Nou ja, omdat je dan weet dat ze pijn hebt. Dat jij pijn hebt, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm.
vind ik het moeilijker om te zeggen van zullen we dit doen, zullen we dat doen, want ik weet, jij kan nou niet veel lopen. Mm-hmm. En trouwens, ik weet toch niet zoveel wat dat er gaat. Ik mag graag shoppen en langs de dijk rijden op de booster. Mm-hmm. Ja, en met de meisjes lopen. Ja. Maar ja, met de meisjes lopen kan ik ook nog niet zo ver. Nee. Het zijn ook nog maar kleine stukjes die ik kan. Mm-hmm. De 3 kilometer die ik voor jaar deed, dat ken ik nog steeds niet hoor. Nee, toch niet? Nee. Dat is mooi. Maar mocht u wel dat willen doen, zoals afleiding zoeken, wat zou u dan willen doen met uw dochter? Nou, als ze haar fiets hier zou hebben, wat ik helaas nog niet heb, en ze kan fietsen met deze pijn, dan is het een kwestie van, ga je mee? Gaan we over de dijk toeren, door de duinen heen toeren, enzovoort. Mm-hmm. En als uw dochter niet bij u is en gewoon in haar eigen woonplaats en ze belt u met de pijnen, hoe gaat het dan ermee om? Hetzelfde, want als ze dan zegt van dat het niet goed gaat en dat ze heel veel pijn heeft, ja, dan zit ik hier half te huilen. Oké, dus ze doet wel heel veel met u? Ja. En hoe voelt u zich daaronder? Wat voelt u dan er van binnen? Nou, mijn hart, dat doet. Ja, gewoon gevoelsmatig, u wil huilen en... Ja, maar daar hou ik me meestal in, om het niet aan haar te laten horen. Oké. En dat lukt me meestal, geloof ik wel, want ze hebben nog nooit iemand voor gezegd door de telefoon. Nee, weet je het. Ja, inderdaad. En nou weten de kijkers dat ook. Ja. Sorry, mijn kussen. Nee, dat geeft niet. Hoe is het voor u om te zien dat uw dochter achteruit gaat met de gezondheid? Wat doet dat met u? Idemdito. Heel veel pijn. Ja. En als u, stel het is uw dochter niet. En het is misschien een kennis van u. Wat zou het dan met u doen? Doet het me nog heel veel pijn, want ik hou van mensen in het algemeen. En, dan zou ik zo proberen te troosten. Dan staat het ietsje verder van me weg. Mm-hmm. Ik zou misschien wel een traantje laten als ik het zie. Mm-hmm. Maar omdat het verder van me weg is. Ze kunnen een keer een troostende arm krijgen als ik bij ze kom of hun bij mij. Ja. Dan. Maar het is iets anders. Ja, oké. En wat weet u nu. In die tijd en dat uw dochter dus nu Agnes hebt, dus ook wel de buikwandpijnsyndroom. Wat weet u daar nu over? Enkel heel veel van jou. En jij hebt me toen een link gegeven, daar heb ik een klein beetje van kunnen lezen. En toen was ik die link weer kwijt en dan kan je al zoeken. Maar dan kan ik zoeken tot ik een onzweeg, want dan is er alweer zoveel bijgestuurd, zoals foto's van de dieren of weet ik wel wat. En ik denk, nou, weet je wat, laat maar, dringt toch niet tot mij door. Ik kan het beter van horen en zeggen, dan dringt het beter tot me door dan ik dat allemaal geweest. Nou, Agnes, dat is gewoon constant buikpijn. En de ene keer is het heftiger en dan de andere keer. En zoals ik krijg dan injecties daarvoor. En dan is het een week of 2 weken heb ik gewoon geen pijn meer. En dan kan ik weer lekker vrolijk rondhuppelen. Goh, kan ik dat dan ook krijgen van mijn hoofd? Moet u vragen aan de artsen die daar weer in gespecialiseerd zijn. Maar wat zou u nog willen meegeven aan uw dochter? En misschien ook nog aan andere mensen die dit dus ook hebben. Nou, ik wil niet echt 21 meegeven, maar ik wil je gewoon zeggen dat ik ontiegelijk wijs trots op je ben. Ja. Hoe je er zelf mee omgaat, ondanks dat je af en toe wel skribbig bent en een ander astronaut. Ja, daar ben ik dan op dat moment heel goed in. Ja, maar wel toch verder hoe je ermee omgaat. Je kan ook even goed, ondanks dat je pijn hebt, vrolijk zijn. Mm-hmm. Terwijl je ook toch tranen in de ogen hebt staan, mm-hmm. wat ik dan ook zie. Maar je lacht en je doet gezellig mee, et cetera. Ja, dat kan je wel doen. En daar doe ik een pet vooraf. Een diepe buiging. Nee, ja. Dank u wel. Maar er zijn heel veel mensen en die deze ziekte ook hebben.
wilt u daar nog wat tegen hun zeggen? Of praat erover. Praat met anderen. Geef de boodschappen door. Hoe, et cetera. Hoe je ermee omgaat. Ook aan mensen die het nergens geen weet van hebben wat het is. Leg het uit. Want enkel jij kan dat. Omdat jij, jullie, u. Degene die het hebben. Die de pijn meemaken. Een dokter. Ja, je arts die jou helpt, die kan het dan wel uitleggen, maar die heeft die pijn niet. Nee, dat klopt. En dat heb jij, jullie, u wel. Nou, leg het uit hoe dat is. Ja, alleen ik merk zelf, ook al zien de kijkers mij nu niet, maar ze kennen mij. Het is heel moeilijk om uit te leggen, want iedereen ervaart het anders. Ik heb echt, soms dan heb ik gewoon echt buikpijn en dan weet ik wel waar het vandaan komt. Maar de andere keer heb ik buikkrampen en de andere keer heb ik gewoon weer echt net alsof een priem of zo in mijn huid wordt en geschoten en dan weer uit en dan weer in en dan weer uit. Ik weet hoe dat is. Dus het is zo vervelend dat je zoveel verschillende pijnen kan hebben en dan heb je ook iets van waar komt het vandaan en dan ga je toch weer voelen, oh ja, daar komt het vandaan. En dan ga je weer vragen aan de arts, ja ik heb dan dat, ja het is allemaal daarmee te maken. Ja. Dus en het kan zomaar voorkomen door een val, door een verkeerde stap, door een verkeerde houding aan te nemen om iets te tillen, door een hond uit te laten, het kan of gewoon door een operatie dat het gewoon niet goed hield of wat dan ook. Het is met zoveel dingen. Wilt u nog iets slots zeggen tegen iemand, tegen mij of tegen Ro? Nou, tegen Roderick wil ik ook graag zeggen dat hij een kanjer is, hoe hij er ook mee omgaat. Hoe hij jou ondersteunt, CPU steunt. Want ondersteunt, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Hij zal het wel weer letterlijk nemen. Ik zie het helemaal voor me ondersteunen. Ja. Maar in ieder geval, ik ben ook trots op jou, Roderick. Heel erg trots en ik hou van jou en mijn lieftallige dochter. Ik kijk je even aan. Ja, mag. Ik ben stapel trots op jou. Zo trots op een pauw, nog veel meer. En ik hou van je. En ik hou van je. Ja, nou, dat was de interview samen met mijn moeder. En ik wil mijn moeder onwijs bedanken dat ze zo eerlijk is geweest. En ja, ik wil jullie ook bedanken dat jullie de moeite hebben genomen om hierna te kijken. En ik wil jullie gewoon bedanken en graag tot de volgende keer.